kijkers. Ja, sorry. Hallo kijkers van Shine Sprites. Ook mijn gloednieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet en Violet Cage Locking. Lekkering. Lekkering indeed. Ik was al een beetje... Ja, dit was een hele kut intro, maar dat maakt helemaal niet uit. Nee, dat gebeurt wel eens toch. We hebben feesting. Oké, jij zeg maar een code. Ja. Wacht even. Regarding a bug affecting Dragon Chair. Oh ja, er was een patch voor Dragon Chair, want die werkte niet. Aha. Link battling. Voor de mensen thuis, het is tijd voor onze volgende cage match. De vierde om precies te zijn. Omdat wij Bombardier hebben verslagen. Mm-hmm. Het wordt very spannend. Tenminste, ik vind het very spannend. Wat ik wel al zin in heb, is dat we daarna meteen weer drie nieuwe Pokémon mogen. Een Linkering. Heb je de code? Nee, want ik kijk niet met je mee. Oh dus ja, natuurlijk. 05. Ja. 74. Ja. En dan 4750. Single battling. Yes. En dan moeten we optie 2 kiezen. Ja, omdat we de vorige keer loser boys waren. Inderdaad. Lekkering. Tegen Milani. Oké, ik moet eens kiezen. The battle rules have been set. Yes. Zodra ik Team Star heb gedaan, dan kies ik een ander nummer. Oké. Ja. En het domme is, ik heb dan Cyclosar mee, maar die mag ik niet gebruiken. Dus die, nee, daar weet je al van. Als je die in de battle had met Bombeurder, dan moet het wel. Hè? Ja, dat is waar. Ja, ik heb geen betere mon op dit moment. Maar goed. Oké, let's do this! Kom op, Ing! Doe wat ik heb gehoopt, please! Come on, Nandowing, do it now. Doe dan gewoon wat ik heb gehoopt. Hij komt met? Nee, niet Dolphin. Linkery. Op wat had je gehoopt? Op Wigglytuff. Ah, ja. Bulldoze? Maat, hoezo kan hij nou weer Bulldoze? Hij had al Bulldoze. Wat een tyfus onzin. Mis alsjeblieft je Bulldoze. Nee, dit is 100% accurate. Wat een kutspel. Nee, dit was ook mijn Pokémon met een met de TM usage. Sorry. Wat een kutzooi. Oké. Okay. Had ik een Pokémon gehad die jou wel had kunnen verslaan? Ja, misschien Quagsire? Ja, dat had nog gekund, eventueel. Die had nog wel, dat zou dan misschien wel wat lastiger zijn geweest. Ook vooral toen ik zag hoeveel damage die Water Gun deed. Was ik wel een beetje van, oeh, pijnlijk. Ik ga voor TM's op Donphan. Dat is mooi. Ja. Ik ben helemaal niet salty. Wat een kutzooi. Het staat 4-1. Nee. Okay, volgende station is de derde gym. Eerst even wat Pokémonen vangen. En als ik Pokémon heb gevangen, dan wordt de training geblazen. Training timing. Ik denk dat Rockruff wel een redelijk lage catch of hoge catch rate. Ik weet nooit hoe je moet zeggen. Is het hoge catch rate of lage catch rate? Als iets een hoge catch rate heeft, dan is het makkelijk om te vangen. Oké, ik hoop dat Rockruff een beetje een hoge catch rate heeft. Want dat scheelt me weer. Timing. Dun, 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 dun. Godverdomme. Gerechtigheid. Ja, ik heb weer de verkeerde Pokémon gekozen om. Kut. En nu ook nog competitive. Maar we kunnen nu wel zwemmen. Dat is wel. Ik ben zo blij dat we kunnen zwemmen. We kunnen Magikarp zoeken. Jee.
een team van Magikarps ruilen. Jee, Rockruff. Sander, kijk. You love great balls. Ik heb weer een critical capture. Nu twee achter elkaar. Dat is echt heftig. Dat is wel echt lekker, hein? Toch nog iets goeds. Mm-hmm. Dat is de kers op de taart. Of zoals Engelsmannen zeggen, kersing op de taarting. Het was nicing on the cake. Dat is wel nicing on the cake. Oké, surprise straight. Oh wacht, ik wil weer even met jou meekijken. Lekkerie, kijk weer met jou mee. Dag Quillfish, de enige cage match winnaar tot nu toe. Het was wel een hele goede pick, dat wel. Ik dacht, hij gaat sowieso voor Wigglytuff, maar nee, natuurlijk niet. Nee, Anders had ik Barrage, when it KO, what the flops. Ja, dan was het wel echt gelijk klaar geweest, denk ik. Het heeft wel Hyper Voice, maar het is niet zo good in. Hop-up is een dupe. Ja, je hebt al Skiploom, dus die kan weer weggetrading worden. Goodbye, Wienerschnitzel. Wienerschnitzel in die ding. Payback. Zo. Wel een level 3. Onderschat Vada de shop niet. Ja. Wat een nickname, maat. Zo. Gansley Binning. Ik krijg een Koreaanse of Chinese of Japanse Pokémon krijg ik als het goed is. Oeh, interessant ding. Oeh, Litten. Dat is wel lit. Even kijken. Nu hopen dat het een eitje was. Incineroar is best wel goed, hè? Ja, level 1. Lekkering. Even healing. Ik ga ondertussen even Donphan openen. Maar snap je waarom ik nu niet met Vampy ook de ding wilde doen? Mm-hmm. Ik dacht toch gelijk, als ik dat ga doen, dan ben ik hem of bij Bombidier kwijt. Of, ik bedacht me net trouwens dat je ook gewoon Thunderfang had. Dat was super effectief geweest. Ja, maar Bulldoze was het ook. En je was sneller, dus... Maar Azurill, ik hou van sommige Azurills, zoals velen van jullie weten. Dat is dan wel een goeie. Even kijken. Lekkering! Huge dat... power Azurill! Oeh, dat is wel eng. Even kijken, wat heb ik qua TM's? Trailblaze kan dat ding leren. Misschien dat ik dat nog ook ga doen ook. Volgens mij heb ik die TM wel. Ja, want die heb je van de gym leader gekregen. Ja. Voor Rapid Spin, dat doet een beetje hetzelfde. Tatsugi. Okay. Sowieso als Tatsugi. Hey, Liv! Ik kreeg een Tatsugiri van Liv. Yo, maar dit is wel hoog level, toch? Dat weet ik niet. Tenzij die gebied is natuurlijk. Nice, level 4. Level 4? Ja. Huh. Dat zie je niet vaak. Nee. Nou ja, wel lekker, want dan heb je nu een Water Dragon type. Wat heb ik met watertypes? Echt niet normaal, hè? Seapomp is ook een TM wat Tom van kan leren. Ice Spinner. Maar Ice Spinner krijgen we pas bij Gym 8. Ghost Dog. Ik weet even de naam niet. Griffyard of zo heette die toch? Grievard, ja. Grievard.
mag je hem gebruiken, de Grave Archer? Dat gaan we nu zien. Ja. Ja. Nou, nu is de limiet was 30, toch? Wat we deden. Ja. Nou ja, wat we deden, wat het game allowed om te luisteren. Ja, maar ja, we doen het toch, dus dan... Ja. Wat is de volgende? Het is jammer dat heel veel van de goede moves die Dolphin kan leren, dat het act moves zijn. Maar ja. Ach ja. Score Bunny, oké. Okay. Protein Score Bunny? Vraagteken. Of wat is dan Libero? Oké, okay, Libero Score Bunny. Nice, nice. Goed, ik denk dat Charizard wel iets beter is. Dat denk ik ook. Volgens mij Score Bunny wordt alleen maar goed als je hem egg moves geeft. Kijk, jij had al je trades al binnen? Ja. Yeah. Ah, oké. Okay. Ik ga nu mijn laatste. Skip Plume, die is grass flying. Ja. Is electric dan effective? Volgens mij is het neutral dan. Ik kan okay. Wel even voor je kijken. Skip Plume. Oké, okay, ik zeg wel ja, maar dat is alleen om te kijken. Rockruff, oké, okay, Rockruff het is. Disconnect. Oké, okay, Skiploom. Electric is neutral. Nice, oké. Okay. Ook nog te gebruiken in de gym. Kijk, ik wissel Diebold met Rockruff. Ik denk dat dit wel een prima teampie is. Even nog wat trainers doen. Als we oneindig rare candies hadden, dan was het gewoon was cage match na cage match. Ja. Kijk, dit moet wel te doen zijn, toch? Ja. Hij doet niet eens een water move. Easy winning. Lekkering. Hij is voor Greet the King de trainer. Oh nee, niet voor Greet the King. Dat kan toch niet waar zijn, hè? Wat is jouw strategie voor de Electric Gym? Strategie? Ja, welke mon denk je voornamelijk te gaan gebruiken? Quagsire. Misschien een beetje Skiploom. En als het echt moet ook Palmy, maar die moet ik nog trainen. Dat Palmy, dat is al de laagste evolutie, toch? Ja. Oké, okay, ja. Zou ik zeker een evolving. Stunspoor. Toch niet stuntspoor. Wow, dat heeft pittig weinig damage. Never mind. Oh.
even. Ik ben benieuwd, want wat was de ability van Eevee? Runaway. Oké, dus dat wordt dan Q-Charm. Ik zal dat kijken voor of ik Sylveon ga pakken of een andere. Sylveon heb je wel zo geregeld. Dat is waar. Maar volgens mij in dit stadium, gezien we je pas TM's mag gebruiken als je met het beest een cage match wint. Ja. Is misschien Espeon toch wel wat beter. Alhoewel, welk level is het? Oh ja, level 20 en je kan moves remembren. Ik denk dat Espeon oprecht iets beter is. Dan moet je hem happy maken. Ja. En dat moet overdag zijn. Dat, ook nog, ja. Maar goed, dat kan je niet... Triggering, inderdaad. Dat is gewoon in-game gebeuren. Nee, healing hoeft nog niet. Het liefst zou ik Espeon nu al willen hebben, maar... Ik denk dat die kans wel klein is. Oeh, een Qualberry. Dit is zo'n rare trainering. Kijk even naar een kostuumpje. Wat een rare trainering zeg. Zo. Echt niet normaal rare. Dit is niet normaal meer. Oh, Applin. Een appeltje voor de dorst. Oh, ik ben nog. Oké. Is mijn Charmeleon nou zo fucking slecht of ligt het aan mij? Ja, zo'n gevoel heb ik ook. De mijne. Ik kan de Applin niet eens one-shotten met Dragon Breath. Nice. Dat is wel pijnlijk. Oh, Itopie. Pipi up. Stop met return the Pokémon in the balling, please. Dat is niet wat ik wil. But he do wanting it well, eh? Ja, blijkbaar, eh? Heinrich well, eh? Had ik maar quick attack op dit ding. Yes. Azumarailing. Oh, dat is wel kut. ik heb niet echt een goede Pokémon voor Azumarill. Oeh, dus ik moet Azumarill fixen? nou, misschien dat ik tegen die tijd wel iets heb wat ik dan goed tegen Azumarill kan gebruiken. Dus. Kijk, weet ik in ieder geval hoe goed dit ding is. Oké, slam. Mist, nice. Dit is wat minder nice. Maar ik gebruik toch een special move. Yay, nu gaat mijn special attack omhoog. Laddering. You. Een tomato berry. No way. Ja, weing. Wow. Petra, de student. Jammer, joh. Oké. Volgende. Die
Trainers geven wel echt minder veel experience. Yep. Oeh, dat is zo'n lijpe Murkrow flavoring. Iedereen die doet mee. Iedereen doet mee met lijpe Murkrow flavoring. I do be loving my Murkrow. Rare candy. Super handig. Joh, ik had gewoon hier moeten zoeken. Dan heb ik nog eerder die Donphan gehad. Mogelijk. Sorry. Maakt niet uit. Het, soms moet je dat gewoon even uit, hè? Precies. Even meezingen. Dan ben je dat ook weer even uit je systeem kwijt. Mm-hmm. A wiggle, wiggle, wiggle van een wiglet. Ik moet echt nog wel goed gaan trainen, denk ik, hoor. Voordat ik een keer die gym ga doen. Die gym kan gaan doen. Ja, het hoogste is level 24. Maar goed, we vechten tegen Miss Magius. Precies. Dat is niet de minste Pokémon. Ik ga een wilde gok doen. Special is... Oh, hij gaat voor Harden. Oké. Okay. Gewoon doorgaan. Zangoose. Zangoosie. Dat is zo'n sterk Pokémon, hè. Zeker als je home class doet. Ja, zeker. Uh-oh. Pluk. Oh. Level 23 is deze Zangoose ook. Ah, Squire is dood. Kut. Nee, dat was een van mijn beste Pokémon. Hé, hey, jouw beeld loopt vast bij mij. Oh, ja? Meer. Ja, ik zie wel zo'n uitroeptekentje, zeg maar, staan. Dit zijn geen studenten, maat. Game Freak, hebben jullie ooit eens studenten gezien die zo oud zijn? Dit is gewoon een ja. In de porno-industrie zouden ze het een MILF noemen. In ieder geval, die zou in die categorie terecht komen. Oh, ik wist niet eens dat je die. Hoe heet die Pokémon? Treepy hier kon vinden. Lekkering, je hebt hem wel verslaan, Ink. Gelukkig maar. Oeh, dolfijn Pokémon, Ink. Watersteen. Oké, okay, deze trainer moet ik niet bevechten. Iets met zwarte dialoog, niet tegenvecht. Is dat zo? Ja. Daar was ik mijn vogel kwijt voordat we gym 1 gingen doen. Mijn fledgling was dat. Nee, mijn winkel was dat. Die ik moest opofferen. Ja, dat vond ik wel heel kut. Dat snap ik. Een vlamtand. Misschien was dit ook wel eentje met zwarte dialoog. Oh, kan ik me wel voorstellen als het een Zangoose is met Swords Dance. Nou, dat was geen Swords Dance, Honeclaws. Oh, Honeclaws. Nog steeds kut. Ja, nog steeds kut, inderdaad. Hoe je het went of keert. Lekker, Bagon. Bagon incoming strong. Coming in clutch. Precies. Lekker. Dit is gewoon een oude man, dit is toch geen student? Ja, dat dacht ik dus ook. Standler. Oh, Corvus Squire was een van mijn beste Pokémon. Pot for Dream. Ja, zeker in Pot for Dream. Kijken, wat heb je? Wat heb je? Wat heb je? Hij gaat zo geel erin zetten.
Het is wel een van je favo's, uiteindelijk. Ja, en huge power, dus ik ben een blij jong. Heb je die tomatenberry nog? Ja. Volgens mij verhoogt dat happiness, want volgens mij is Azuril toch een happiness Pokémon. Ja, dat klopt. Ik zou dat gelijk geven. Want je hebt toch nog geen stats opgebouwd, geen EV's. Dat scheelt ook weer. Bulldoze tegen de Staddler. Zo. Deed gewoon even pats boomen, dat beest. We don't like pots booming. Nee, I don't like... Er zijn nog zoveel trainers, maar ik wil healing. Maat, ik wil healen. Come on, let us healing. Oh, juist. Ik special defense, maat. Ik ben toch geen loser, boy. Nee, hey, Pomegberry is ook voor friendship. Goeie. Misschien dat je dan toch eerder de Meryl kan krijgen. Meryl evolven is in ieder geval nog makkelijk. Mm-hmm. Dat is level 20 of zo, toch? Ja, volgens mij wel. Oh, dan heb je hem wel al gauw, dat is wel fijn. Psychic Training. Het zijn toch geen paddying met Spikic Terranium? Spikic Terrain, ja. Yeah. Ach, godverdamme Klefki. Ik haat... Ben je ook al een Klefki-hater? Ja, ik ben echt een Klefki-hater. Ik verloor mijn Doublade in die survival-series die ik met Jordi en Harm deed. Door dit kutding. Fuck jou, Klefki. Oh, ze zijn Truck Simulator aan het spelen. Oh, wauw. Truck Simulator, Eurotruck Simulator. Oh, deze was niet goed. Nou, leuk voor ze. Oké. Okay. Even healing in de starting. Oeh, oh, valt mee. Hoe hoog level is deze Alomomola? 20, wauw. Wauw. Dat is wel hoog. Floor roll. Doe een barrel roll. Hallo, Momola is gaining. Oeh, we moeten zo meteen de park eindigen, zie ik. Oeh. Maar eerst... Oh, wacht. Maar eerst schieten wij bullets. Kipiu, piu, piu. Piu, 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 piu. Er zijn in ieder geval genoeg trainers hier. Ja, hè? Mm-hmm. Ja, dat vond ik ook al. Eeuw, Conchita Woerst. Conchita Woerst. Ja, jij moet tegen Conchita Woerst, maar dan een blonde versie. Ja, de blonde versie van Conchita Woerst. Eén. Kan Bullet Seed meer dan twee keer? Ja toch, vijf keer toch? Ja, kan. Wat een vuile Lomomola. Kijk, level 25 moet Rockruff worden. Nou, dat duurt nog wel even. 1. 2. Weer 2. Maat. Dat is pegging. Dat noemen wij bullshit. Ja. Tauros shit. Tauros shit indeed. Kom op, creëer of zo. Oh, hij is dood. See. Lala Macaroon. Macaroon. Experience. I love me some experience. Jij gaat echt zo hard door die trainers heen. Wie, ik? Ja. Yeah. Nee, maar ik denk ook dat ik een aantal gewoon heb overgeslagen. Bubbling Beamings! Bubbling Beamings! Dat is wel Poggerino's.
Ik zou zeker Aqua Jet niet wegdoen als je huge power hebt. Buiten huge power is het ook super handig om jou te fucking. Ja, daar heb je wel gelijk in. Dat kan wel met mij fucken, inderdaad. Oké, zo, wacht even met het vechten tegen die persoon. Oh, je wilde eindigen? Ja. Oh, nou ja, dan eindig je me gewoon hier. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag bij de volgende aflevering van de Scarlet and Violet Surprise Cage Lock. Adios, amigos.